Op 1 november is het vaarseizoen afgelopen. Dit betekent voor de mannen van Gerrit Henk werk aan de winkel. Het enige wat we eigenlijk echt helemaal vervangen zijn de deuren en de slechte voegen. De deuren is echt een ingrijpende vervanging. Het betekent dat je dus nu de sluis helemaal hebt moeten afdammen, de oude deuren hebt moeten verwijderen. Tijdelijke deuren erin hebt moeten plaatsen, omdat anders de stad leegloopt. Het voegwerk, bedoeld om de bakstenen goed aan elkaar te laten zitten, staat het hele jaar door onder water. En nu worden die voegen gecontroleerd. We zijn die muren aan het schoonspuiten in verband voor het voegwerk. Om het schoon te maken, dan kunnen ze zien wat de voegen slecht zijn en dingen. En dan kunnen ze daar repareren en opnieuw voegen. Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van de monumentale Weertsluis. En ook met de natuur wordt rekening gehouden. In de sluis groeien namelijk beschermde planten. Die worden beschermd, zodat ze dus inderdaad niet beschadigen tijdens het uithakken of aanbrengen van voegen. En dat ze in principe gewoon ongestoord verder kunnen leven en eventueel zelfs uit kunnen breiden. Maar dit gaat niet altijd goed. Ik heb er één weggespoten, want die hadden ze niet gezegd. Die zat in het trapgat en daar zag ik niet. Maar de mannen zijn goed op weg en als alles goed gaat... Zoals het er nu uitziet, dan zijn de werkzaamheden klaar voor de kerst.